oorzaken van een drukneuropathie van de nervus medialis. Een uitleg uit het behandelcentrum voor neuropathie te Soest. Wat zijn nu eigenlijk de oorzaken van een drukneuropathie van de nervus medialis? Nou, dat kunnen er heel veel zijn. Dat kan bijvoorbeeld een te lage functie van de schildklier zijn. Of een ernstige artrose van het polsgewricht. Of de reumatoïde artritis, waarbij de handen in speciale andere standen gaan staan en de zenuw onder druk komt. Of amyloïdose, een ziekte waarbij er tussen de zenuwen een soort massa, gekke eiwitmassa neerslaat, die we amyloïd noemen. Dat zijn allemaal redenen die uiteindelijk ertoe leiden dat de zenuw onder druk komt te staan. Ook als er een ganglion gaat groeien in je pols, kan er druk ontstaan op die zenuw. Ook op andere zenuwen, maar de nervus medialis is vooral erg gevoelig daarvoor. Zo zijn er een heel aantal aandoeningen waarbij de nervus medialis onder druk kan komen te staan. En ernstige artrotische veranderingen van de pols zijn daar bijvoorbeeld een onderdeel van.